Ik ben Karel de Jong, ik werk in het Westfries Museum en ik ben verantwoordelijk voor educatie en presentatie. Ik wil graag iets zeggen over wat voor soort museum wij nou eigenlijk zijn. Het Westfries Museum is natuurlijk het museum voor Horen en West-Friesland. We zijn gevestigd in een 17e eeuws statengebouw. Dat betekent dat de steden die gevestigd zijn in het noorden van Holland hier bij elkaar kwamen om te vergaderen. Het is dus eigenlijk een soort van provinciehuis. Noord-Holland, West-Friesland zo gezegd, had een soort van autonomie binnen de Staten van Holland. Eigenlijk alleen om een machtsblok te vormen in Den Haag, voornamelijk tegenover Amsterdam. Je ziet veel van de geschiedenis van het gebouw aan de voorgevel, maar bijvoorbeeld ook in een van de zalen beneden, waar restanten van die vergaderzaal bewaard gebleven zijn. In de vergaderzaal zelf, de meest representatieve ruimte in het museum, is het zo dat we bijvoorbeeld de collectie schutterstukken hebben ondergebracht. Schutterstukken zijn gemaakt na de Vrede van Münster in 1648, waarbij de schutterij zichzelf presenteert als zijnde de mensen die ervoor gevochten hebben de Vrede van Münster te bereiken. Zij hebben ervoor gezorgd dat Nederland zich voor het eerst op de Europese politieke markt kon plaatsen als nationale eenheid. Ze zijn er trots op. En dat betekent dat eigenlijk in alle grote steden in Nederland dat soort schutterstukken terug te vinden zijn. In Haarlem, in Amsterdam, dus ook in Horen. Horen is in die tijd een belangrijke plaats. De meest belangrijke reden daarvan was natuurlijk de functie als zeehaven. Vanuit de haven van Horen kon je naar elk land in de wereld varen. En ze hebben het nog gedaan ook. Een speciaal onderdeel van die Horendse handel is dan natuurlijk de Oost-Indische Compagnie. Wanneer schepen naar Azië vertrekken, gaan daar ook schepen uit Horen vandaan mee. En als dan in 1602 de VOC wordt opgericht, dan wordt ook in Horen een kantoor van de VOC gevestigd, een kamer. En vanaf dat moment is de VOC eigenlijk de belangrijkste werkgever, de belangrijkste opdrachtgever in de stad. En dat betekent dat het een stempel drukt op de stad. Het veel doen en laten van de stad is terug te vinden op de organisatie van de VOC. Nou, daar hebben we in deze kamer een zaal mee ingevuld. En in die kamer zijn objecten te zien met die geschiedenis van de VOC te maken hebben. Over de relatie tot de stad, de relatie tot het land, maar ook over zeelui. Over mensen die gaan varen, over Aziatische producten, over landen waar ze geweest zijn. Daar gaat het in deze kamer vooral op. En over verschil van mensen, bijvoorbeeld. Als je dienst neemt bij de VOC, dan gaat het over hoe hoog ben je aan boord. Een prachtig voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de grootte van de kist die je mag meenemen. Als je schipper bent, mag je een hele grote kist meenemen. Als je zeeman bent, dan mag je een wat kleinere kist meenemen. Zo liggen de verschillen. En eigenlijk is het jammer om te zeggen, maar zo'n soort museum zijn wij ook. Het probleem is dat de rijkdom van de stad terug te vinden is in de collectie van het museum. Wij zijn een rijk museum. We hebben bijna geen spullen van gewone mensen. Omdat rijke mensen hebben spullen die de moeite waard om bewaard te zijn. Gewone mensen gebruiken hun spullen tot ze kapot gaan. Worden ze weggegooid. Met een beetje geluk vind je ze terug bij een archeologisch onderzoek. Maar dan vind je ze in een andere context op de archeologische afdeling. Terwijl de rijke spullen gewoon in een eigen settlement, in een eigen tableau in de zalen terug te vinden zijn. We hebben bijvoorbeeld soort van expositie gemaakt in een deel van deze kamer over wat er nou eigenlijk terug te vinden is van Aziatische producten in een interieur van een 17e of 18e eeuwse regent. En dan zie je dat stoffen van India
of zijdelappen uit China gebruikt worden om je te kleden. Dan zie je dat Perzische tapijten gebruikt worden. Dan zie je dat Chinees porselein als onderdeel van het interieur in de mode raakt. Nederland is niet meer dat land van de stijve harken uit het einde van de 16e eeuw met hun zwarte kostuums. Nee, mensen gaan zich op een andere manier presenteren in een Japanse kimono bijvoorbeeld. Een van de meest opmerkelijke objecten daarbij is bijvoorbeeld een rariteitenkabinet, waarbij allerlei objecten uit Azië vandaan verzameld werden door mensen die opeens rijk geworden zijn. En als mensen rijk worden, dan wilden ze dat laten zien. Bijvoorbeeld door een dure auto te rijden. Nu. Maar dat was vroeger natuurlijk niet anders. En dus vang je een schip op wanneer het aan de haven komt. En je vraagt aan een zeeman, heb jij nog souvenirs meegenomen? Nou, je koopt de schelpjes van het strand van Ambon. Of de veren van een paradijsvogel. Of het ei van een struisvogel. En je brengt die objecten binnen in een in een kabinet. En dan ga je dat verzamelen, want het geeft je een zweem van geleerdheid en bereisdheid, terwijl je eigenlijk maar gewoon handelaartje hier in Horen bent. Het geeft je een soort van belangrijkheid die je eigenlijk niet hebt. De VOC weer maakt daar gebruik van door schepen naar China te sturen en daar porselein te halen, want het wordt toch wel gekocht door die verzamelaars. Nou, dat betekent dat er altijd een wisselwerking is tussen de Aziatische landen en de markt in Nederland. En later natuurlijk ook de markt in Europa, want het wordt over heel Europa verkocht. Ja, Jan Pieterszoon Coen is in de geschiedenis van Nederland natuurlijk een heel belangrijke man. Hij is een typisch Nederlandse vertegenwoordiger van de handel op dat moment. We hebben een paar jaar geleden een tentoonstelling over hem gehouden. Is Coen een moordenaar of is hij een genie? Nou, ik denk dat je allebei vragen met ja moet beantwoorden. Coen is een man geweest die een internationaal handelssysteem heeft opgezet zonder dat er geld gebruikt hoefde te worden. Wanneer je naar Azië ging om daar te handelen, dan had je eigenlijk alleen maar geld nodig om mee te betalen. De Aziatische landen hadden niets nodig van wat wij ze konden brengen. Je moest dus in zilver betalen, alleen zilver is duur. En hij ontwierp dus een handelssysteem waarbij bijvoorbeeld de specerijen in de Molukken werden betaald met katoenen stoffen uit India. De katoenen stoffen uit India werd betaald met koffie uit Jemen. De koffie uit Jemen werd betaald met goud uit Japan. Het goud uit Japan werd betaald met zijde uit China. En de zijde uit China werd weer betaald met specerijen uit de Molukken. Zo had hij altijd 20 tot 40 schepen nodig met 10.000 tot 20.000 mensen. En met een aantal centrale punten, waaronder Batavia, Jakarta. Hij zorgde ervoor dat dat kwam. Hij heeft het bedacht. Een internationaal handelssysteem waarbij niet kolonialisme het uitgangspunt was, zoals zoveel mensen denken, maar geld. Het moest geld opbrengen en het liefst zoveel mogelijk. En daarom werd er natuurlijk altijd naar monopolie gestreefd. Ja, Horen was een belangrijke handelsstad al vanuit de 16e eeuw. Het ontwikkelde zich als graanhaven en haven voor het Noorse hout. Maar door die ontwikkeling van de haven werd er steeds meer geld verdiend. In het begin van de 80-jarige oorlog kon dat geld niet belegd worden in land wat gebruikelijk was. En wat ging men dus doen? Investeren. En investeren in je bedrijf betekent dat je bedrijf groeit. En zo ontwikkelde Horen zich tot een van de belangrijkste handelsplaatsen in Nederland. Toen dan ook nieuwe wegen gezocht werden om te handelen, was Horen daar als eerste bij. Naar het Middellandse zeegebied, naar de West-Indies, maar ook naar Azië. En dat betekende dat vooral in het eind van de 16e eeuw en begin van de 17e eeuw Horen best de competitie met Amsterdam aankon.
zoals Middelburg in Zeeland, was Horen dat in West-Friesland. Die competitie werd uiteindelijk verloren door een aantal oorzaken. In de eerste plaats het gebrek aan achterland. Amsterdam heeft als achterland bijvoorbeeld steden als Utrecht, Haarlem, Leiden. Horen heeft koeien als achterland. Dat betekent dat de handel toch doorverkocht moet worden. En in de loop van de 17e eeuw zie je dan steeds meer dat Horendse schepen naar de markt in Amsterdam hun lading brengen om daar geveild te worden. Immers, daar brengt die lading een hogere prijs op. Nou, uiteindelijk resultaat daarvan is dat steeds minder schepen de haven van Horen aandoen. De haven niet meer onderhouden wordt, verzand enzovoort. Ook de bemanning werd een probleem. De bemanning kwam oorspronkelijk uit het West-Friese achterland. In de loop van de 18e eeuw werden de gezinnen kleiner. En dat betekende dat er steeds meer buitenlanders aangetrokken moesten worden om de schepen te bemannen. Nou, voor die buitenlanders was Amsterdam veel makkelijker bereikbaar dan Horen. En dat betekende dus ook een centralisatie op Amsterdam. Wat uiteindelijk ertoe heeft geleid dat Horen steeds kleiner en minder belangrijker werd. En Amsterdam steeds groter werd. Ja, de openingstijden van het museum zijn elke dag van 11 tot 5. In het weekend, zaterdag en zondag, van 2 tot 5. Het verhaal waar we over gesproken hebben is in 25 kamers van het museum te zien. We vertellen hoe mensen eruit zien. We vertellen hoe ze hun geld verdienen en hoe ze het besteed hebben. Als je geld verdient, wil je het graag besteden. Daar gaat dit museum dus eigenlijk over. Het gaat dus over het verhaal van de spullen die gekocht zijn met geld die in handel verdiend is.